In de Vistraat is er een tijdelijke oplossing voor het voorkomen van ongelukken met de pollers. Wekelijks gaat het mis en het aantal ongelukken stond de eerste helft van dit jaar al op 29. De VVD wil hier binnenkort een camerasysteem plaatsen dat je kenteken registreert. Hoor je niet in het pollergebied? krijg je eerst een waarschuwing, daarna volgen er boetes. Volgens commissielid Alexander Koelman is er al een meerderheid, alleen moet de wethouder nog met een plan komen.